kloktijden optellen en eraf halen kunnen we gewoon cijferend werken. Alleen er is één groot verschil met het normale cijferen en dat is dat de minuten in dit geval alleen maar tot 60 kunnen gaan. En als ze 60 of groter zijn, dan krijgen we een uur erbij. Aan de andere kant, als er straks minuten tekort komen, kunnen we altijd lenen van de uren, want elk uur is namelijk 60 minuten. Oké, okay, laten we een aantal opgaven doen zodat het wat duidelijker wordt. Dus we zetten ze recht boven elkaar. En nu is het gewoon cijferen zoals we gewend zijn. Dus 9 plus 7 is 6. 1 onthouden. En 1 plus 2 plus 1 is 4. En dit blijft gewoon 0, 0. Dus als het 29 minuten over middernacht is. en het wordt 17 minuten later. dan is het dus 14 voor 1 in de vroege ochtend. Oké, okay, volgende. En ik schrijf dit getal gewoon alleen hieronder. Dat is wat makkelijker. Nou, dit is een geval dus dat we over de 59 minuten gaan. Want 45 plus 18 wordt 63. Dus dat betekent dat we een extra uur moeten gaan onthouden. Dus 8 plus 5 is 3. 1 onthouden. 1 plus 1 is 4, wordt 6. Ja, dus ik schrijf hem even op, maar dit wordt geen echte kloktijd natuurlijk. En 7 plus 5 is 12. 12 uur 63 bestaat niet echt. Dus wat gaan we doen? We mogen nu 60 minuten inwisselen voor 1 extra uur. Dat betekent dat dit dus min 60. Wordt dus 0,3. En dan krijgen we een uur erbij. Dus het is dan 3 over 1. Oké, okay, en dan hier een voorbeeld als we over middernacht gaan. Dus gewoon weer optellen: 7 plus 5 is 2, 1 onthouden. Dit is weer 6. En 22 plus 3 is 25. Wederom weer iets wat je niet op je klok zou zien. Laten we eerst die 60 in gaan wisselen. 60 eraf, dan krijg je een uur bij. Dan is het dus 26,02. En als je over de 23 heen gaat, dan haal je er gewoon 24 uur vanaf. En dan 26 min 24 is 0,2, 0,2. Nou, 22 min 17 kunnen we gewoon uitrekenen. Dat is 0,5. En 1 min 1 is gewoon 0. Dus 5 over middernacht. Oké, okay, dus nu is het dus half 2 s'nachts. En we gaan dus meer dan 2 uur en 3 kwartier terug in de tijd. Dus dan wordt het sowieso dus voor 12 uur. Laten we kijken hoe we dit moeten doen. Dus 9 min 7 is 2. 2 min 4 kan niet. Dus we moeten gaan lenen. Dus we kunnen altijd 1 uur inwisselen voor 60 minuten. Dan heb ik hier 0. 60 minuten, dan moet ik hier dus 6 bij optellen. Dus dit zou dan een 8 worden. 8 min 4 is 4. Maar nu gaan we weer een probleem hebben. Ik heb er nu dus 0 uur en dan moet ik 2 uur van afhalen. Maar net zoals wat we hier zagen met die 24 eraf halen, kan ik hier nu ook 24 bij optellen. Want middernacht plus 24 uur is weer middernacht. We tellen we er gewoon 24 bij op en 24 min 2 kan wel. Wordt de tijd 22 uur 42. Dus als je die uren dus niet van elkaar af kan halen, gewoon 24 bij optellen en je komt er gewoon weer uit. Oké, okay, laatste van dit rijtje. 4 min 7 kan al niet, dus we moeten nu al lenen. Dus dan wordt dit een 4, en dan krijgen we hier wel een 10 erbij. 14 min 7 is 7, en dan 4 min 5 kan ook niet. Dus we gaan een uur lenen. Dus 14 uur wordt dat dan dus. En ik krijg dus 60 minuten bij. dus dit wordt dus 4 plus 6 is 10, 10 min 5 is 5. En 14 min 6 is gewoon 8, dus 0,8. Oké, okay, dus dit is zeg maar droog hoe je het moet kunnen doen. En hier kijken we hoe we dat in een wiskatsom zouden moeten doen. En in deze, vraag moeten we ook, in deze opgave moeten we dat ook combineren met het thema snelheid. De familie Jansen gaat met vakantie naar Lunteren. De afstand die ze moeten rijden is 132 kilometer. Ze rijden gemiddeld 88 km per uur. En onderweg rusten ze nog 25 minuten uit. Ze komen aan om half 1. Hoe laat zijn ze vertrokken? Nou, In latere video's gaan we verder in. Op de strategie van hoe je redactie sommen moet oplossen, zoals deze. En het eerste wat je altijd moet doen bij dit soort opgaven is een plan bedenken hoe je naar je antwoord toe gaat. En je moet hem eigenlijk al helemaal uitgedacht hebben. Dus alle rekenstappen die je moet zetten voordat je pas echt begint met het rekenen. Dus ik zou zeggen, zet je video nu even op pauze en bedenk het hele plan hoe je dit moet uitrekenen naar het antwoord toe. Nou, een manier om dit uit te kunnen rekenen is om eerst heel globaal te gaan en te gaan kijken naar wat zou de laatste berekening zijn hoe ik bij mijn antwoord zou moeten komen. En je zou dat kunnen samenvatten in een formule. Dus we kunnen zeggen dat het antwoord de vertrektijd moet zijn. Dus laten we daarmee starten. En dat dat gelijk moet zijn aan de aankomsttijd min de rusttijd min de reistijd. Dus, dit is natuurlijk de hele vraag van de som: hoe laat zijn ze vertrokken? Oftewel de vertrektijd. De aankomsttijd is al gegeven, namelijk 12 uur 30. De rusttijd is ook al gegeven, namelijk 25 minuten. Het enige wat niet gegeven is, is de reistijd. Dus om het antwoord te berekenen, moeten we dus de reistijd nog berekenen. Nou, er staan nog twee andere gegevens in deze opgave, namelijk de afstand. En hun snelheid. En zoals we eerder al hebben geleerd bij snelheid, kunnen we dus de tijd dat zij erover hebben gedaan uitrekenen door de afstand te delen door de snelheid. Dus de reistijd is hetzelfde als 132 gedeeld door 88. De snelheid is hier een uur, dus we gaan ook een, een tijd krijgen in uur. Laten we eerst deze breuk vereenvoudigen. Het is dus beide deelbaar door 4. 100 gedeelte 4 is 25, 32 gedeelte 4 is 8, 25 plus 8 is 33. En 88 gedeelte 4 is 22. Bij de deel waardoor 11 krijgen we 3 tweede en 3 tweede is anderhalf uur. Oké, okay. en nu hebben we dus al die drie dingen, dus kunnen we de vertrektijd berekenen. Ze dus hebben dus 12,30. Min 25 minuten. Dus die ga ik ook als kloktijd opschrijven. Dus 0025. Min de reistijd, anderhalf uur. Oftewel in kloktijden, 0130. Nou, je kan dit cijferen. Uh, je kan dit ook handig uitrekenen. Want die 1230 werkt heel goed met deze anderhalf uur. Namelijk 1230 min 1 uur en 30 minuten zou 11 uur zijn. En dan moeten we nog die 25 minuten rusttijd eraf halen. Dus. 11 uur min 25 minuten is dus 10 uur 35. En als je dat niet ziet, ga dat gewoon cijferen doen.